De wolf is bezig aan een terugkeer in Nederland. Natuurliefhebbers zijn enthousiast, maar schapenfokkers maken zich zorgen over de veiligheid van hun dieren. Toon Rijers uit Puifelijk is hobbyfokker. Hij heeft 80 schapen. Rijers legt uit wat zijn zorgen zijn. Ja, de angst dat de wolf gaat komen en met de ervaring dus die ik heb met andere dieren, komt de wolf gewoon hier. De wolvenpopulatie die moet dus in, ja, onder controle blijven. En het lijkt mij, zoals ze het nu doen, dat de wolvenpopulatie niet onder controle komt. Zoals de staat het wil hebben. Er zit een, een, een moordlustig iets achter, een roofdier. En heeft dan niet genoeg aan één dier. Dus hij, hij moordt uit een koppel van tien. Pak je er misschien maar vijf. Mm. En drie jaar achter er nog de sloot in. Nou, die verdrinken onmiddellijk. was dat ze dan nog over. Als ik de wolf zou krijgen. Dan zou het met mijn hobby gebeurd zijn? Want dan stop ik. Ik wil dat leed de dieren niet aandoen. Zelf heeft Rijers een elektrische omheining om zijn weiland staan, maar deze is te laag om wolven tegen te houden. Maar een omheining die dat wel doet rond zijn hele land is simpelweg niet haalbaar. Dat is voor de hobbyvokker en voor de, de, de broodvokker al helemaal niet te betalen. Als je de oppervlakte ziet die je af moet maken praten we over duizenden euro's daarbij het werk en voor een paar duizend euro subsidie ja zet dit geen zonde aan de dijk.